Media en journalistiek hebben een cruciale rol in de economische ontwikkeling van een land. Deze zaken moeten daarom gekoesterd worden door de gemeenschap. Dit benadrukte de Nederlandse columnist, publicist en journalist Sheila Sital Singh gisteren tijdens een lezing over de samenhang tussen media en de economie van een land. Het thema was media en economische ontwikkeling. Bestuursmacht controleren door het geldspoor te volgen. En is georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, en de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ. De lezing was ter afsluiting van de training in basiseconomie die onlangs is verzorgd aan journalisten. Met voorbeelden zoals de Panama Papers probeerde Sital Singh het publiek te wijzen op het belang van goede onderzoeksjournalistiek. Volgens haar is ook in Suriname genoeg te onderzoeken, omdat journalistiek een van de pijlers van een goede democratie is. In de zin follow the money is sindsdien altijd verbonden geweest aan onderzoeksjournalistiek. Volg het geld vanzelf uit en vaak ook bij de wereld. En je hoeft geen top financieel of economisch expert te zijn om te vullen, zolang je maar weet wie je moet bellen voor achtergrondinformatie, nationale informatie gaat doen. Want daar kun je experts voor gebruiken. Het land staat vol met mensen die heel veel weten gebruiken en helpen elkaar. Dat je ze niet alleen belt voor hun mening, maar ook zegt, oké, je legt me uit hoe dit zit. En ik wil een paar voorbeelden geven van de macht controleren langs de weg van begrotingen, vermogen, geldtransacties op drie verschillende niveaus. Eerste is op het niveau van criminaliteit, belastingontduiking, financiering van illegale activiteiten. Daarvan is een heel mooi voorbeeld het dossier dat bekend is geworden onder de naam de Panama Papers. En de Panama Papers is de naam van een grote verzameling vertrouwelijke documenten. Ze kwamen van een dienstverlener die in Panama gevestigd was, juridische en zakelijke dienstverlener, Mossack Fonseca. En een anonieme informant die heeft in 2015 2,6 terabyte aan informatie, oftewel 11,5 miljoen e-mails, bankafschriften, contracten van cliënten, gestolen bij Mossack Fonseca, of meegenomen daar, en overhandigd aan twee Duitse journalisten van de Suez. Na de lezing van Sital Singh was het publiek in de gelegenheid in discussie te gaan met een panel bestaande uit de inleider en de panelleden Nita Ramcharan en Just Vriesde. De panelleden menen dat journalisten in Suriname nog te veel obstakels tegenkomen in hun werk. Vooral de politiek heeft daarbij een dikke vinger in de pap. Ben je bezig vuur aan de schenen te leggen, dan krijg je van de politici, ja, die er moeite mee hebben, die organiseren dan een campagne tegen om jouw werkgever te laten zitten. Ik kan zo'n voorbeeldje opnoemen. In die keer moest er een watermengcentrale opgezet worden. Zo'n project van BK's 40 miljoen moest daar in elkaar gezet worden. Komt er een toevallige politicus, pakt daar een stuk terrein. Uitgerekend waar de Surinaamse waterleidingmaatschappij haar mengstation zo moeten opzetten. En geloof het, ik heb er drie ministers langs gekomen. En ze zeggen, het leuk, we zien wel wat we doen, we gaan wel wat doen. Maar ik heb druk gekomen. Elke journalist over de hele wereld zou in Suriname willen werken. Want er is overal wat mis. Als je nagaat dat wij nog steeds niet weten van waar die dollars komen aan de Hendrikstraat. Toch, terwijl de president van het land, de derde monetaire autoriteit, zegt we hebben 40 miljoen en we gaan interveneren en we gaan met twee cambio's werken en we zien de lange rijen en zo. Tot nu toe is het niet gelukt om uit te vinden van waar dat geld komt. En het is niet dat journalisten hun werk niet doen, want ik heb ook de president van de Centrale Bank gebeld. En hij zei dat hij daarover nu geen informatie gaat geven. Panelid Nita Ramcharan en daarvoor Just Vriesde tijdens de lezing van de VES-SVJ. De Nederlandse columnist en journalist Sheila Sital Singh was de inleidster. De activiteit is gehouden in de bankethal van Torarica.